Met de nieuwe updates van Facebook en Instagram worden video's automatisch afgespeeld. Dus op het moment dat je langs een video scrollt, dan wordt die automatisch afgespeeld. Wat op zich geen probleem is, maar dat kost wel extra MB's als je niet binnen een wifi-netwerk bent. Nou, het is een hele eenvoudige truc om dit uit te zetten en die ga ik vandaag aan jullie laten zien. Zowel voor Facebook als voor Instagram. Ik begin even met Facebook. Ik ga naar Facebook toe. Dan druk je rond de drie streepjes. Dan ga je namelijk naar je instellingen toe. Dan wil ik naar instellingen, accountinstellingen, video's en foto's. En dan staat hier automatisch afspelen. Nu staat hij nog op de functie dat hij automatisch wordt afgespeeld, ieder filmpje waar je voorbij komt, op de mobiele data en wifi verbinding. Ik raad eraan om hem op alleen bij wifi verbindingen te doen, want het scheelt je een hoop data binnen je bundel. Je kan ook voor kiezen dat de video's nooit automatisch worden afgespeeld. En dat is natuurlijk aan jou. Ga ik nu even laten zien hoe je dat bij Instagram doet. Je opent Instagram. Dan ga je naar je eigen profiel toe. Het tandwieltje rechtsbovenin. Waarbij je dus je instellingen kan doen. Scroll je een klein stukje naar beneden toe. Dan heb je hier mobiel dataverbruik. Er is geen directe functie om alleen de video's uit te zetten. Maar er is wel een functie om minder data te gebruiken. En als je deze functie aanzet, dan worden dus de video's ook niet meer automatisch afgespeeld. Als je deze functie aanzet, dan kan het wel langer duren voordat een foto is geladen trouwens. Dat staat er ook onder. En dat geldt dan voor video's en voor foto's. Ik hoop jullie hier een beetje mee geholpen te hebben. En vond je dit nou leuk, vergeet je dan zeker niet te abonneren op het kanaal van Handig. En geef even een blauw duimpje omhoog, laat een reactie achter en deel het met je vrienden. Dat is handig.